De vierde week zit erop, de vierde week van ik ga alle dagen naar de gym. Dat betekent dat ik nu bijna een maand elke dag effectief naar de gym ben geweest, meer bepaald naar de Basic Fit. In deze video bespreek ik vooral een beetje mijn ervaringen van de vorige week. Nu, de vorige week was niet zo fijn, want ik was vooral ziek. Ik heb keelpijn gehad. Ik voel me eerlijk gezegd niet zo goed. Al 2 dagen heb ik keelpijn, mijn oren jeuken, mijn ogen prikken. Ik ga eerlijk zijn, het is een slechte dag vandaag. Ik voel mij nog altijd niet goed, dus ik blijf precies wel sukkelen met mijn gezondheid. Ik kijk er naar uit om mij weer volledig in vorm te voelen, zodat ik er weer helemaal tegenaan kan gaan. Laat niet weg dat ik toch wil doorgaan met deze challenge, dat ik het nog altijd graag doe en dat ik er nog altijd voor ga. In ieder geval, ik geef nog niet op en de volgende week, de volgende 7 dagen, wil ik in mijn shorts graag enkele voordelen aanhalen. 7 voordelen. Elke dag zal ik een voordeel geven van wat die challenge voor mij betekent in mijn leven of op mijn mentale gezondheid of op mijn lijf, weet ik veel. Als dit jou interesseert, kijk dan zeker ook naar mijn shorts. Iets anders dat ik ook wel eens dringend zal moeten doen, is misschien toch eens voor die spiegel gaan staan in mijn blootje. Niet echt in mijn blootje, maar in iets dat toch mijn vormen benadrukt. Om dan te zien of ik na een maand wel degelijk verandering zie, of ik na 2 maanden verandering zie, of ik na 3 maanden verandering zie, enzovoort. En hopelijk is dat wel zo. Ik kan niet wegsteken dat ik ergens toch wel de hoop koester om er iets strakker en mooier uit te zien. Maar kijk, ik ben een vrouw en een vrouw blijft een vrouw. Dus ik zou het ook wel fijn vinden als dit wat impact heeft op mijn lichaam. Maar dan zal ik ook wel ietsje meer op mijn eten moeten letten, want we zijn nu 1 maand verder. Maar ik heb eigenlijk nog niet echt iets veranderd aan mijn eetgedrag. Ik voel wel de nood of de drang om daar iets aan te doen. Ik heb zoiets, ik ga geen tweede challenge aangaan van ik wil nu ook op mijn eten letten. Als het gebeurt en ik doe het omdat ik het zo voel, dan ga ik dat zeker doen. Maar als het niet zo is, dan ga ik daar niet kwaad om zijn. Deze challenge is geen vermager challenge. Deze challenge is er één om gezonder te worden. En hopelijk niet ziek, zoals nu het geval is geweest in de voorbije dagen. We zien wel wat het mij brengt. Voorlopig is dit mijn challenge. Ik ga alle dagen naar de gym en ik vind het nog altijd leuk. Dus ben je benieuwd of ik dit volgende maand ook nog altijd met heel veel overtuiging zal zeggen? Volg mij. Schrijf mij of like mij. In ieder geval, tot volgende week of niet. Dag.